goedemorgen. Het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. Deze truus heeft de rib gebroken. Vraag niet hoe. Dus ik heb pijn als hel. Ik heb even gauw boodschap gedaan met Nio. Ik ga het even proberen te eten en daarna is het proberen te zitten en liggen. Het doet echt zeer. Dus, tot straks. En wij gaan eten zo. Een hele goede morgen is het nog. Het is maandag 11:30. Zoiets. Er wordt niet veel vloggen vandaag, want deze moeder heeft nog heel veel pijn. Gaat ze wel eventjes naar buiten. Ik wil toch even frisse lucht scheppen. En daarna ga ik lekker mijn bedje in. Ja. Ik dacht dat het al wat minder was. Vanmorgen dacht ik dat het wel beter ging, maar... Wauw. Het doet echt zeer, joh. Maar goed, deze shit hoort erbij. Daar was ik al voor gewaarschuwd, dus... niks nieuws. Maar het zonnetje schijnt lekker. En ik ga het even proberen te stofzuigen, want dat gaat ook gewoon door. En dan ga ik even lekker naar buiten. Nou, dan ga ik lekker naar bed. Dus... Misschien zie ik jullie daar ook nog even. Dit was echt een topvlogdag. Nee, ik heb zoveel pijn gehad. Dus, sorry, vlogdag. Mijn hoofd is net kruid wat geweest. Even highlights gekocht. Sst. Er komt nog een blogpost over. Maar ik voelde me zo behoord. Dus ik ben maar gauw naar huis gegaan. Dat ging hem niet worden. Dus ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Het is 7:30. Ik ga mijn nest erin, mijn pijnstillers. En hopelijk morgen al beter. Dus. Doei, tot morgen. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. Ik ben weer wakker. Aangekleed. En ik ga tot stukje weer mijn dingen doen. Want ik heb nog pijn als vak. Dus. Even gas op die lolly en daarna. Zenmodus. En ondertussen is het alweer. Kwart over 1. Echt weer een fuckvlog. Maar goed. Dat heb je als je niet veel lucht hebt. Gewoon echt pijn. Wauw. Ik zat even mijn spessiebonen te snijden. Rad. Ik vraag gisteren aan Ras wat wil je eten. Want Nio eet bij Jan. Ik denk nou die komt met een broodje worst. Ik heb bloemkool. Oké. Hoor je niet zo vaak dat kinderen groenten willen eten. Gelukkig. Deze wel. Dus Nio is niet zo van de groentjes. Ron ook niet. Ras en ik wel. Dus dan eten hun lekker bloemkool. En dan eet ik spessiebonen. Met aardappelpuree. Zelf gemaakt. En verder denk ik van nou, ga ik nog voorbij kletsen. Of voor zover erbij te kletsen valt. Ik zit nog steeds op plulsrib natuurlijk. Het was even weer een minpuntje. Maar verder voel ik me wel redelijk. Na de vitamine D shot moet ik zeggen. Gelukkig maar. Want ik kon er natuurlijk ook heel ziek van worden. En daar was ik in eerste instantie ook maar vanuit gegaan. Want ja, ik heb alleen maar geluk in mijn leven. Dus ik denk, nou dan zal dat ook wel weer naar de kloten lopen. Maar het valt mee. Ik had redelijk wat energie. Dus ja, dus nu moet even mijn ribje genezen. En dan hoop ik weer back to earth te zijn. Dus... En het vriest niet meer, dat scheelt ook. Dat scheelt enorm. Echt enorm. Zomertijd, kom maar op met de zon die nu ver te zoeken is. Maar ja, goed, we mogen niet klagen. We mogen niet klagen. Dus de meiden gaat ook goed. Want onze tatoeage gaat het goed. Hij hield bij mij ook gewoon goed, gelukkig. Wow. Daar maakte ik me natuurlijk ook zorgen om. Ik denk, wat als het dadelijk gaat ontsteken? Maar gelukkig niet. Gaat allemaal goed. Dus, eigenlijk gaat alles goed. Op die rib na. Maar goed. Het gaat een keer over. Toch? Dus ik heb dadelijk een rapportbespreking bij Ras op school. Maar ik hoef er maar geen zorgen te maken. Want het gaat hartstikke goed met die tut op school.
daar zijn we alleen maar blij om. Weer een happy moeder. Ja. Degene die kinderen hebben, jullie kinderen doen het ook goed op school. Er wordt er helemaal goed voor de moeder zijn. Hè? Zeg maar zelf. Dus ja. Ja. En verder hebben we niet echt veel te melden. En te vloggen. Paasweekend komt eraan. Maar wij doen niets met Pasen. Dus ik kan een gekookt ei krijgen. En paaseieren zoeken doen we niet meer. Dus. Ik ga makkelijk aan het weekend. Jan en Nio slapen hier 2 dagen. En dan slaapt ze ook weer 2 dagen bij Jan. Dus ja. Wordt wel even gezellig. Oh. Ga even bijstellen. Blijf staan, schuif door mijn keuken heen. Nou, als deze scheef, dan ga ik wel zo hangen. Dus ja, alles makkie aan. Lekker chill. Maar ja, dat houdt in dat ik gewoon niet veel te vloggen heb. Want ik ga ook niet echt ver weg of wat dan ook. En ik heb een lekker band. Oh, echt. Die moet ik elke keer oppompen, maar hij gaat morgenavond naar de garage. Dus ik hoop dat hij nog even volhoudt. Maar goed, ik ga even de bloemkool snijden en dan is het al tijd om te gaan. Want ik was weer wat vergeten natuurlijk, dus ik mag weer terug naar de Jumbo. Ik was er gewoon weer altijd een beetje nootmuskaat over de bloemkool. En gisteren heb ik mijn pak of mijn busje nootmuskaat weggepraat omdat die leeg was. Dus ja, die moet ik even nieuw halen. En dan kom ik gehaald weer met allemaal dingen thuis die ik niet nodig heb. Maar goed, ik ga even die bloemkool doen. En dan een schot doen. En ik ga deze super geweldige, zeer boeiende en informatieve vlog afsluiten. Nee, het is best wel vroeg, maar ik krijg zo weinig lucht, joh. Dus het gesprek bij Rachel ging trouwens helemaal super. Ze doet onwijs goed en die vrouw is tevreden en ze heeft alleen maar voldoende. Dus deze moeder is trots. Dus ja, geef je wel een goed gevoel. Nee, vlogje afsluiten en ik hoop deze week gewoon wel beter te voelen. En volgende week komen er leuke dingen en volgende week ga ik op stap. Een feestavond van de ijshockey, daar heb ik zo'n zin in. Dus dan ga ik me eigenlijk helemaal oppeppen en opladen. En ja, echt. Dus, hey, bedankt voor het kijken en ik zie jullie gewoon morgen weer. Doei!